Heb je het gevoel dat iemand jou zoekt? Niemand zoekt mij, alleen wat heel vervelend is en wat ik persoonlijk heel laf vind, ik ben zo niet opgevoed, dat als bepaalde mensen met iets bezig zijn en die voelen nattigheid en die gaan klikken of om hun straatje schoon te vegen om iemand anders naar voren te schuiven, dan kom je in een hele vervelende situatie terecht. De rechter in België heeft tegen mij gezegd, u moet zo rekenen. Als u in een café zit 's avonds en iemand zegt tegen u, mag ik je telefoon even gebruiken, want de mijn ligt in de auto, dan kun je een groot probleem hebben. Als daar iets verkeerds mee gebeurt. Verwijt je jezelf iets in deze zaak? Ben je zelf door eigen toedoen of handelen in een situatie terechtgekomen waardoor je nu in de problemen bent? Nee, ik verwijt mezelf helemaal niet. Ik schaam me alleen enorm voor mijn kinderen, voor mijn familie, wat er gebeurd is. En bij mij wordt dat uitvergroot in de pers. Maar als je leest dat je drugsverslaafd bent geweest, dat je gokverslaafd bent, dat je failliet bent, en wat de Telegraaf 2 weken geleden schreef, dat je het brein bent, dan ga je toch wel eens denken, jongens, is het nou alleen maar vuilspijwerij in die wereld? Het is onverstandig. Heb je als overwogen om dan zelf een proces aan te spannen wegens laster of wegens smaad? Daar zijn, mijn advocaat is daar nu mee bezig. Maar in Nederland heeft dat heel weinig zin. Daar bereik je heel weinig mee. Ja, materieel bereik je er weinig mee. Maar je kan er wel immaterieel wat mee bereiken. Ja. Dat als je een veroordeling krijgt, dat je in ieder geval kan laten zien, oké, luister, er is geen bewijs voor de beschuldigingen die tegen mij worden geuit. Ik ben totaal niet met materieel bezig. Immaterieel vind ik het ook het belangrijkste in deze. Ja. Maar iets is nooit goed te maken, weet je. Als men schrijft van op een voorpagina van onze grootste krant, hij is het brein. En ik zeg tegen de desbetreffende journalist, ben je helemaal gestoord geworden of zo om dat op te schrijven? En dat hij zegt, ja, maar je ziet toch, het staat tussen aanhalingstekens. Dan word je helemaal, ja, wat kun je daar dan tegen doen, vraag je jezelf af. Weet je wat ik me wel afvraag? Want je wordt ook gevolgd, hè, door een, althans de bedoeling uiteindelijk om een real life soap te maken. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je juist in deze situatie denkt, nou, weet je. Ik gebruik dit programma om eigenlijk te laten zien hoe mijn situatie nu is en hoe ik leef en wat ik doe en nogmaals wie ik ben. Ik ben al een poosje van televisie, ja. Maar ik ben gewoon Frank zoals ik vroeger was, zoals mensen mij kenden. Het is natuurlijk wel een hele rare situatie als je jarenlang die ideale schoonzoon was en dat je nu ineens als een of andere drugscrimineel wordt gezien. Dat is verschrikkelijk. Voor mij is dat verschrikkelijk. Maar ik knok tegen die pers ook, want die zet hier neer en daar krijg je een bepaald imago door. En dat is heel moeilijk. Dus is het een soort vlucht naar voren in de zin van, oké, luister, als de pers niet over mij schrijft zoals ik denk dat het zou moeten, niet feitelijk zeg jij, dan moet ik het zelf maar laten zien wat er aan de hand is. Ja, dat moet ik sowieso, dat voel ik ook. Dat ben ik verplicht tegenover mijn familie en mijn naasten. Maar ik weet nu ook al zeker dat als er straks een uitslag komt waarvan een rechter zegt, oké, het is niet in orde, u bent vrij, dan zal iedereen toch blijven denken, of tenminste een heleboel mensen, ja, is het zo. En zo blijft het. Hoe staat die zaak nu eigenlijk? Want hij is uitgesteld? Ja, dat is ook, joh, België is niet te geloven, joh. Nu in principe zou de zaak 7 of in december dienen. En nu is er weer een heel dossier bijgevoegd. Er wordt onderzocht dat de politie zijn werk wel juist gedaan heeft. Dus het is weer 4 of 5 maanden is het uitgesteld. En die onzekerheid, daar word je gek van. Daar word je gek.